Israël heeft niet alleen vijanden in het zuiden, maar ook in het noorden broeit het. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst sprak Hezbollah-leider Sheikh Nasrallah zijn aanhangers toe via een videoscherm. Hij vindt dat Libanon het recht heeft zich te verdedigen tegen Israëlische gevechtsvliegtuigen die regelmatig over Libanon vliegen. Annana namliku al-haq, annana ladayna kull al-haq, fi an namlik ayy silah, wa min dunnihi silah ad-difa' al-jawi. وأيضا لدينا كل الحق أن نستخدم هذا السلاح إذا أردنا. Tijdens de bijeenkomst werd de dood van legerleider Imad Mughniya herdacht. De commandant kwam ruim een jaar geleden om door een mysterieuze autobom. Niemand heeft de aanslag ooit opgeëist, maar Hezbollah verdenkt Israël. Hezbollah heeft laten weten de moord te zullen wreken. Tijd en plaats van de wraakactie houden ze nog geheim. Tijdens de 34 dagen durende Libanonoorlog in 2006 vochten Israël en de Hezbollah-beweging een bloedige strijd uit. Meer dan 1200 Libanezen en 159 Israëliërs kwamen hierbij om het leven.